Hallo daar en welkom bij aflevering 0 van deze Minecraft tutorial serie. Aflevering 0, hoor ik dat nog goed? Ja, inderdaad, dit is aflevering 0. Hierin leg ik kort uit hoe je mee kan spelen in mijn wereld. Daarvoor moet je de World Seed hebben. En dat is de code van de wereld waar ik in speel. Als jij die invoert in Minecraft, dan kom je in dezelfde wereld uit en dan kun je dus meespelen. En dat is wel zo leuk, want dan kun je exact hetzelfde doen als wat ik doe. Goed, ik ga je eerst eventjes laten zien hoe je die code kan krijgen. En ik speel in Minecraft 1.4.7. Dus als jullie ook in 1.4.7 zitten, dan kom je in diezelfde wereld terecht met al dezelfde dingen. Dit natuurlijk niet, want dit heb ik zelf gemaakt. Maar je komt, als het goed is, oh, en het is donker, maar ik ga toch even naar buiten. Je komt als het goed is daar ergens uit, of daar. En als je dan hier terug naartoe loopt, dan kom je van eigens deze rotsman tegen. En daar kun je meespelen. Maar dat zie je wel in mijn eerste aflevering. Daar zie je waar ik terecht kom. En dan kun je vanaf dat moment kun je meespelen. Hoeft niet, mag wel. Het leek mij wel makkelijk om het in ieder geval te laten zien hoe het werkt. Nou, om die seed te bemachtigen, tik ik in slash seed. En dan krijg ik daaronderin de seed te zien. Dit is de seed van deze wereld. -32745 bladibladibla. Nou, dit schrijf ik eventjes op. Of dit typ ik eventjes in mijn kladblok. En dan ga ik terug naar singleplayer en dan druk ik op wereld creëren en dan kan ik bij meer wereldinstellingen kan ik hier dus die seed invullen -32. Nou, zet even je filmpje op pauze en dan kun je dit opschrijven. Dit moet je wel aan laten staan. Wereldtype standaard, cheats toestaan uit, bonuskist uit. Druk je op gereed, dan geef je de wereld jouw naam. Ik noem het nu eventjes tutorial 00, spelmodus survival. En als je dan wereld creëren drukt, dan zul je zien dat je in dezelfde wereld terechtkomt als mij. En dan kun je dus gewoon stap voor stap meedoen. Nou, het beeld trilt weer, net zoals in aflevering 1. Blokje onder je haal je even weg, zet je terug. Nou, je hebt de zon, die komt ergens op. Ik weet niet precies meer waar. Even kijken, ik ben die kant opgespand. En dan moet je een stukje teruglopen. Als het goed is. Ja, en dan kom je hier bij die put met lava uit. Nou, en als je dan vanuit die put met lava gewoon deze kant op loopt. Dat is richting het oosten. Een beetje, ja, richting het oosten, de kant waar de zon dus opkomt. En dan hou je de zon een beetje aan je rechterkant. Dan kom je van eigens uit, kijk hier is het al. Kom je dus uit in het, waar straks dus ons schuilhutje komt. En daarboven zie je dat steenkool nog. Goed, nou, op die manier kom je dus daar. En kun je dus meespelen als je wilt. En als je niet wilt, dan kun je ook in je eigen wereld meespelen. Maar op deze manier weet je in ieder geval hoe je mee moet doen. Oké, bedankt voor het kijken. Veel plezier bij mijn andere tutorials. En als je nog tips hebt of iets dergelijks, zet ze dan in de beschrijving bij commentaar. En dan lees ik die altijd en probeer ik er iets mee te doen. En op die manier kan ik jullie helpen en kunnen jullie mij helpen. Bedankt voor het kijken. Bye bye.